Yo kijkers van Rotjoggen, welkom bij een nieuwe Mindtopia aflevering. Ik ben Shade, oftewel RealKiller1. Sommigen van jullie zullen mij vast wel kennen van de ARK video's van Dylan. Of de sommige Mindtopia video's waar ik in zat. Sommigen van jullie wisten het misschien al, maar Dylan, deze man daar, die is gestopt bij de FBI. Ik heb nu zijn taak overgenomen. Ik ben de nieuwe FBI director. En ik ga meteen wat vertellen over de FBI. Want de meeste kinderen, de meeste mensen van jullie weten wel dat jullie allemaal bij de FBI willen. Jullie dachten ook, huh, Dylan, gestopt met de FBI, hoe zit dat nou met banen en zo? Nou, aangezien ik nou een nieuwe FBI ben, ga ik een beetje vertellen over hoe je een baan kan krijgen bij de FBI. Dus, want ik krijg elke dag in Qtrexia wel 50 vragen van mensen. Kan ik bij de FBI werken? Kan ik bij de FBI werken? En ik ga nou vertellen hoe jij bij de FBI kan werken. Nou, ten eerste, ik kan alleen mensen aannemen die al in Cosmopolitan kunnen, dus in deze stad. Dus je moet sowieso uit zone 1 kunnen. En naar zone 2 kunnen. Ik heb het liefst mensen rond de 13, 14. Puur omdat deze weten hoe ze te werk moeten gaan. Niet te snel slaan ofzo. Want je krijgt, sommige mensen krijgen dit pakje. Dat is recherche, maar dat krijg je niet als je net nieuw bent. Of een SWAT gear met een mooie knife. Die heb ik alleen eigenlijk niet, maar maakt niet uit. De meeste mensen lopen in deze FBI unit. Dat is de echte unit. Dan krijg je ook zo'n mooi pistooltje. En dit is de politie, maar daar hebben wij niks over te zeggen. Dus, uit zone 2 kunnen, rond de 13, 14 zijn. Ja, wat nog meer? Je moet een beetje werkervaring hebben. Het liefste heb ik ook dat je bij de politie hebt gezeten. Want ik ga natuurlijk ook kijken wat je hiervoor voor baan hebt gehad. Heb je geen baan gehad? Ja, dan wordt het dan moeilijk om bij mij te komen. Ook. Ja, dat is het moeilijke. Want zoveel, ik ben niet veel eisend. Maar ik heb wel strenge regels bijvoorbeeld. Kijk, want mensen krijgen een pistooltje en een stok. Die pistolen die krijg je alleen als we op missie gaan. Dat sommigen van jullie weten ook wel dat Dylan dat als regel had. Want dat geeft minder gezeik voor als mensen die kwijtraken. Dit is mijn mooie wapenkamer. Hier staat de SWAT gear, FBI boots, bladibladibla. Ook zie je dat alles genummerd is. Dit is 0011. Of bijvoorbeeld deze is 140. De guns. Die zijn genummerd. En die zijn ook genummerd. Want iedere agent die krijgt een eigen nummer. En stel, ik vind ooit jouw nummer op de straat, ben je een bad persoon, ben je een slechterik, dan heb je ook een groot probleem. Dat is waarschijnlijk al ontslag, want je hoort niet als FBI-agent je kleren kwijt te raken, vind ik. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Ik heb ook dit nieuw laten maken, even een zoom. Maar verder, hoe je bij mij kan komen. Ik ga over een tijdje ga ik een personal assistance als het goed is aannemen. En die gaat dan allemaal sollicitaties lezen, dus je moet echt een goede sollicitatie. De meeste mensen die nou hebben gesolliciteerd en die hier werken. Misschien kan ik het even laten zien. Oh nee, die boekjes heb ik allemaal verwijderd. De meeste mensen die hebben gesolliciteerd, die hebben rond de 7, 8 pagina's volgeschreven. Dat zijn goede sollicitaties. Dat zijn echte mensen die ik graag aanneem. Sommige mensen die nemen maar 1 of 2 pagina's in beslag. Maar ja, weet je, daar staat niet veel info in over jezelf en waarom ik jou zou moeten aannemen. Ook mag je geen strafblad hebben. Dus ik ga bij de politie langs en vragen. Als jij een strafblad hebt, heb jij een strafblad, wordt jouw kans op FBI minder klein. Ik zeg niet dat je het niet meer kan worden. Maar de kans dat je het wordt is veel kleiner. Want je hebt echt grote verantwoordelijkheden. Je moet opletten in de surf. Je moet het voorbeeld zijn. Want daarom kan je ook niet als FBI drugs gaan lopen dealen. Wapens gaan verkopen. Je eigen kleding gaan verkopen. En dan zeggen, ik ben het kwijtgeraakt. Nee, dat kan je niet maken. Daar krijg ik problemen mee. Daar krijg jij zeker problemen mee. Want jij wordt ontslagen. En jij gaat waarschijnlijk chill in. Chill is de chill tijden voor bijvoorbeeld je wapen weggeven of verkopen. Is 2 weken. Daar kom jij. Ik laat jullie even mooi zien. Want vanaf 2 weken kom jij in de mooie FBI chill. Die jails die zitten in dit gebouw natuurlijk. Die zijn best wel goed beveiligd. Dan moet je door deze deur. Ik heb er ongeveer 30. En dan gaan we hier op en dan kom jij in dit mooie celletje te zitten. Je hebt hier een kleine poepbak waar je lekker kan poepen. Niet dat je dat wilt. Je hebt een bed om in te slapen. En ja, dat is het. Voor de rest krijg je helemaal niks. Soms wordt hier eten of drinken gebracht. Maar niet altijd. Want jij bent gewoon een crimineel. Crimineels moeten natuurlijk ook goed behandeld worden. Maar niet zoals alle andere mensen die gewoon normaal doen. Ook. Ik ga jullie ook allemaal tips geven. Want stel, jij bent net nieuw in de server. Je weet nog niet wat je allemaal moet doen. Pas op wie je vertrouwt. Ga geen wapens kopen. Want als ik of de nieuwe minister van Justitie, Qtrax, erachter komen,
Dan sporen we jou op, dan pakken we jou op met een arrestatieteam en dan ben je ook zwaar de lul. Daarom wil ik jullie daar allemaal voor waarschuwen. Natuurlijk hoop ik graag dat heel veel van jullie straks mij joinen in het FBI-gebouw. Want ik heb op het moment, heb ik 8 werknemers denk ik. Ik weet het niet zeker. Kijk dan, allemaal sollicitaties. Deze heb ik nog niet gelezen. Gaan we meteen even kijken, want kijk, dit bedoel ik al. 2 pagina's. Geachte FBI, ik zou graag willen solliciteren als FBI-agent. Ik ben niet bang om een beetje geweld te gebruiken. Dat is niemand. Als sommige mensen weer eens lastig aan het doen zijn. Ik ben vaak online en daardoor kan ik ook vaak de ministers beschermen indien het nodig is. Ik heb ook gezien dat mensen wegrenden voor de politie en FBI. En ik wil dat kunnen voorkomen. Met vriendelijke groet, Jos. Kijk. Oh, hij komt uit Q-Traction. Hoe is hij hier gekomen dan? Nou ja. Kijk, die is al goed doorgewerkt naar zone 2. Maar dit is gewoon te weinig. Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? Wat heb je hiervoor gedaan? Hoe ga jij te werk? Dat staat er wel een klein beetje in. Maar waarom wil jij zo graag bij de FBI? Als jullie mensen gaan solliciteren, vertel me alsjeblieft waarom je zo graag bij de FBI wilt en niet bij de politie. Er zit best wel veel verschil in tussen mij en de politie. En daar moeten jullie geen onheid in maken. Oh, DMG. Die werkt hier ook. Maar die ga ik vandaag nog slecht nieuws vertellen. Dat zien jullie misschien wel eens in de server. Dus dat zijn eigenlijk mijn dingen hoe jij bij de FBI kan kopen. Gewoon een nette sollicitatie uit zone 2 kunnen. En alsjeblieft mensen, nu weet je hoe het werkt. De kijkers van Dylan dan. Vraag niet de hele tijd in Q-Traction, mag ik bij de FBI? Want hoe vaak je ook vraagt, mag ik bij de FBI? Ik onthoud je naam. En als ik dan ooit een sollicitatie van je krijg, dan gooi ik hem meteen in de prullenbak. En dat is, dat vind ik niet leuk om te doen natuurlijk. Au, dat is zeer. Ik kan wel drinken nou. Dat vind ik natuurlijk niet leuk om te doen, om jullie sollicitaties meteen weg te pleuren. Maar ik heb geen zin in zeurende kinderen die alleen maar blijven spammen en niet eens werkervaring hebben en niet eens weten waarom ze bij de FBI willen. Dus probeer eerst gewoon even je eigen bedrijfje op te zetten. Probeer goed te komen. Probeer je een beetje rijk te worden. Want door rijkheid en door plots hebben kan jij over een tijdje waarschijnlijk naar zone 2. Ik denk dat dit het wel weer was voor vandaag. Ik ben blij dat ik deze video op Dylan's kanaal mocht posten. Vinden jullie mij tof? Willen jullie mij vaker zien? Dat kan. Misschien kom ik vaker op Dylan's kanaal, maar ik heb ook een eigen kanaal, Real Killer Gaming. Ga die zeker even bekijken. Staat waarschijnlijk ook in de beschrijving. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. Laat hem massa en tot ziens. En peace!